Vers stro en genoeg eten. De varkentjes hebben het prima naar hun zin in Beers. Toch gaan ze vandaag verhuizen naar een plek waar ze oud mogen worden. Boswachter Willy zorgt zelf voor de overdracht. Ja, hier zijn de vondelingen. De beestjes gaan naar Kees van den Broek en zijn dochter Willeke. Ze runnen een campingboerderij in Zeeland. De eerste kennismaking voorspelt veel goed. Nee, de vriendschap is al gesloten, dat zie ik al, Kees. Ja. Komt helemaal goed. Met wat brokjes worden ze gelokt om mee op reis te gaan. Willy is blij dat de varkens onder de pannen zijn. Op deze manier hopen we dat we als Brouwerslandschap het op een goede manier op hebben kunnen lossen. Met dank aan de Tien Morgen en nu de Krijtsberg. Dat ze een permanent op willen vangen. Daar zijn we heel blij mee. Eenmaal aangekomen in Zeeland is moeder varken wel wat knorrig. Ze lag lekker te slapen en had duidelijk geen zin om op te staan. Eenmaal binnen wacht gelukkig een warme stal en een warm welkom. De nieuwe eigenaren zijn dolblij met de varkens. Ik denk dat ze hier aardig geknuffeld worden en verwend door de gasten die hier komen. Dus. En dan moet er nu nog één ding gebeuren. Ja, we zijn nog op zoek naar twee namen voor de twee dames. Dus als je een mooie suggestie hebt, dan stuur een berichtje op Facebook of mail ons. En dan gaan we twee mooie namen uitkiezen.